Het is natuurlijk een hele bijzondere dag en het zijn natuurlijk wel twee sporters die al heel lang bezig zijn in de schaatssport. Ik weet dat ik bij de eerste wedstrijden hier ben geweest en nu vanuit Zuiden gewoon weer opgereden om de laatste ook te zien vandaag. Ik vind het wel echt een beetje afsluiten van het tijdperk. Zo lang goede schaatsers naar, dat weet ik niet of we dat nog een keer krijgen. You just call out my name and you know. To see you again. Vanaf het begin heb ik gekeken, elke schaatswedstrijd heb ik gezien en tranen, emotie, alles heb ik meegemaakt met hen. Natuurlijk alle gouden medailles op de Olympische Spelen van Irene, die kan ik wel allemaal nog herinneren, dus dat zeker, ja. Toen het verder begon, 14 jaar geleden, ik weet niet precies hoe lang het geleden was, maar toen kwam die zag en die overwon. Ik bedoel, dat was meteen vanuit het niets, was hij er. Hij is nooit weg geweest eigenlijk, hè? Een keer een beetje last van zijn rug, maar ja, goed, dat heb ik ook wel. Jullie zijn in de afgelopen 15 tot 20 jaar uitgegroeid tot boegbeelden van onze sport. Jullie hebben het schaatsen in Nederland en wereldwijd naar een hoger niveau getild. Als blijk van waardering voor jullie meer dan imposante carrières, krijgen jullie allebei de KNSB Oeuvreprijs. Zullen vanaf vandaag voor eeuwig hier zichtbaar zijn. De Noordbocht zal voor altijd de Irene Wüstbocht zijn. En aan de zuidkant gaat straks iedereen door de Sven Kramerbocht. En dit mooie cadeau hebben ze natuurlijk verdiend na al deze waanzinnige prestaties. Geef ze daarom nog één keer een daverend applaus. Irene Wüst en Sven Kramer! Zeg, ik ben zwaar impressed. Ik weet niet wat ik had van moeten verwachten, maar het heeft eigenlijk elke verwachting overtroffen vandaag. En daar ben ik jullie super dankbaar voor. Vol T-half uitverkocht. Nou, iets mooier afscheid kan ik niet bedenken. En dan nu dit. En ja, T-half, jullie zijn al die jaren fantastisch geweest. Jullie hebben me altijd gesteund en geholpen. En natuurlijk vergeet ik heel veel mensen, want ik moet alle coaches bedanken in mijn hele carrière. En al mijn ploeggenoten door de jaren heen. Want we staan hier wel alleen, maar er staat altijd wel een hele ploeg om ons heen. Dus ja, ik heb al die jaren volop genoten en ik zou het zo weer overdoen. Dus groot applaus voor jullie zelf. Dankjewel Irene. En als laatste, en ik denk niet onbelangrijk, denk ik dat het goed is dat we er stil bij staan. Dat wij wat wij vandaag hier kunnen doen, dat wij dit in alle vrijheid kunnen doen. En de democratie die we hebben in deze tijden, dat we daar zeker heel erg blij mee moeten zijn. Dank jullie wel. Eén kant ga je natuurlijk wel missen, maar ik weet ook dat jeugd weer aankomt. We gaan weer nieuwe fenomenen, die zijn weer opgestaan. Er komen wel weer nieuwe, maar het gaat nooit meer zo zijn als waar ze erbij waren. Iconen zijn er altijd geweest. En Art Schenk, Kees Verkerk. En nu moeten we afscheid nemen van Irene en Sven. Maar er komen geheid weer anderen tevoorschijn ook. De grootste schaduw.